Voor we deze vlog starten, heb ik nog een boodschap van algemeen nut. Zoals jullie weten, doe ik mee aan Steracteur. En ik heb een groot probleem. Ik zit momenteel op de pijnbank. Dat betekent dus dat ik vorige week te weinig stemmen heb gekregen om naar de volgende ronde te gaan. En ik zou echt heel graag, maar echt heel graag, naar de volgende ronde gaan. Alle opbrengsten gaan naar de warmste week van Music for Life. Naar ons zelfgekozen goed doel. En mijn goed doel is VAGA. VAGA is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Die zorgt ervoor dat mensen goedkoper naar een psycholoog gaan. Ik ga zelf naar een psycholoog. Was niet makkelijk om dat te zeggen, omdat mensen altijd een beeld van u hebben. Ik doe dat niet omdat ik zware psychologische problemen heb, maar omdat ik dat belangrijk vind dat met mensen gaan praten over de dingen die u bezighouden. Er zijn ook heel veel mensen die ik ken die echt dringende hulp nodig hebben. En thank God is er zoiets als een VAGA die dat veel betaalbaarder kunnen maken. Dus voor mij is dat heel persoonlijk en heel belangrijk. Maar, dus nu zit ik op die pijnbank. En ik zou graag volgende week nog eens een liedje willen zingen. Speciaal voor jullie en voor VAGA. Dus ik ga ervan uit dat jullie gsm wel ergens in de buurt hebben. Of je kijkt dit filmpje via je gsm. Kan niet anders, het is 2017, uw gsm is altijd in de buurt. Dus pak nu uw gsm. Oh, ik voel me zo slecht, sorry. Dan ga je naar die berichten bij ontvangers. Typ je 6000. Dan bij bericht zet je Tinne. Tinne, met twee N'en. Ik heb nog niet eens op mezelf gestemd. Ik blijf eerlijk, want ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan druk je op verzenden. Als je dat doet, dan krijg ik 1 stem. Je mocht 10 keer stemmen. Let op, een bericht kost 50 cent. Als je dit ziet en je bent onder de 16 jaar, vraag alstublieft aan je mama en je papa of je dat mocht doen. Dat je geen problemen hebt, want... En als je zelf geen gsm hebt, vraag dan heel uw van de mama en de papa of zij nu een berichtje willen sturen. Doe niks stiekem, wees eerlijk, ik ben ook eerlijk. En hopelijk tot volgende week. En veel plezier met de vlog! Woehoe! Vandaag dinsdag. Ik heb net een zangles gehad. Omdat ik vind, aangezien ik al een zangeres ben, een getrainde zangeres ben, dat ik jullie steeds meer en meer moet verrassen. Dus daarom kies ik vaak nummers zoals What's the Pressure, die voor mij echt super moeilijk zijn. Maar ik heb zoiets van, ja, ik moet jullie toch ook verrassen. Want gelijk een Hilden en zo, die verrast sowieso, omdat, ja, die heeft nog nooit gezongen. En als die dan met zo'n stem naar buiten komt, dan denk ik, ja, nou, ik mag dan toch niet dezelfde dingen doen die ik altijd doe. Dus ik probeer nieuwe dingen te doen. Mezelf en jullie te verrassen. En probeer ook mijn zang to the next level en zo te brengen. Hoe dan ook. Ik heb zangles gehad en nu ga ik naar VAGA. Yes! Ik heb al veel contact gehad met VAGA. Maar nu ga ik voor het eerst echt naar hen toe. En in het gebouw en zo. Dus ik ben kei benieuwd. We zijn nu op de Belgelei in Antwerpen. Ik ben er. En hier is VAGA. In het hartje van Antwerpen. VAGA is een, wacht, ik moet dat noemen, een CGG, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Dus, en je hebt dat in allerlei provincies en in allerlei steden. We lopen nu in VAGA en het is trouwens een super leuk en modern gebouw. En kijk, daar is de Mario. Dat is de directeur van VAGA. We hebben juist een zeer leuk en informatief en voedend en wat ik het allemaal mag zeggen, gesprek gehad over Steracteur, over het goed doel, over wat we allemaal kunnen doen, over VAGA zelf. Dus het is plezant. Dit is de kinderafdeling dan. Ja. Dat is plezant wel. En op elke deur is een tekening dat de kinderen herkennen als ze... En dan weten ze dat ze naar het vogeltje of zo moeten juist, gaan. Ah, juist. Leuk. Als ze hun naam kunnen lezen. Je wilt Mario een selfie. Ja, klopt. Maar niet voor uzelf, heb je gezegd, hè? Nee, voor mijn kleinkinderen. Dat is gelogen, dat is niet waar. Nee. Eigenlijk wil ik graag met haar op de foto. Oké. Dus. Surely I am waiting but I want one, two, three. Surely I am waiting but I won't. Claiming that I do it, but I don't. Knowing I'll do anything at all. Pretending that I'm someone that I'm not. Good God, I'm by my wound. Let me figure out so, where you're from. So, Tina, point. Your hielen van de grond. But I'm determined to forget the things up in my head never happen. So, voelde
beetje dat. Life's gotta choose. Ooh. Freedom or loyalty. Look at what you have done. Yeah. What am I gonna do? So now you've made a mess of me. Show me stuff that I've never seen. Am I gonna make a double die? Well, you show me all the things that you can do. Good God, Mama, won't let me stick around to be trouble. But I'm determined to create these things up in my head, never have one. Woo! Yes, dat voelt goed. Onze Isabel hier, ja daar, ja, heeft gezegd dat er pondusjesjes waren. En er is er nog maar één over. Dus nu kan de rest van de ploeg geen pondusjesjes meer eten. En ik heb al aangeboden om de pondusjes te delen, om hem in zes te snijden, maar dat hoeft niet. We zijn nu in het kledinghok. Maar de zon schijnt hier, zeg. Is dat altijd zo? Ja, de zon is er niet, ja. Het is wel echt perfect zelfgelicht. En ik ga shiny boots brengen. Ik zie het al. Wat ik zie zo! Ze zijn blinken ook. Blink. Dat wij in 15 jaar terug samen zingen. Heel benieuwd. En we gaan eerst nog een beetje repeteren, als er nog tijd over is. En dan gaan we ter opening van het nieuwe skidomein zingen. En we beginnen. Dit is zo snel en ik voel mij niet voorbereid. Stress. Kan hem wel, hè. Kan hem. Is er vandaag en dan gaan we dus ons lied soundchecken. Dat betekent dat we gaan checken hoe het geluid is in onze oortjes en dan kunnen we vragen iets meer bas of iets meer piano of iets meer stem. En ik ben super moe. Oh my god, ik ben om 11 uur in mijn bed gaan liggen en ik ben om 3 uur 's nachts in slaap gevallen. En nu is Jante zingt Shout Out To My Ex, wacht, boog lied is. This is a shout out to my ex. Her teasing left a mighty chick. We hebben doorloop, dus ze noemen alles achter elkaar. En ik heb me helemaal cozy gemaakt.
Ik heb een dekentje bij en ik heb mijn pantoffels aan. En nu ga ik wisselen naar deze glitterpotten. Verschil moet er zijn. Anders doen met mijn haar. En ik ben nu bij de kapsters van Xantippe. Hey! Oh, je shiners. Oeh, I love it. Nou, waar moet ik kijken? Naar. Ah. Dus elke week doe ik iets anders. En ik had nu op Instagram iets gezien. Shiny, hè? Love it. Met zo een beetje paars. En ik wou misschien ook mijn paarse haar verven. Maar mijn kleed is zo heftig, dat kunnen we niet doen. En ik ga ringetjes in mijn haar doen. Want dat is allemaal mode. Dus dat is, hey, woe! Mensen, I love it. Heb je zo optreden? Want ik vind het wel mooi. Ik dacht, ik ga voor een staart. Dus als Gerst er nu commentaar op geeft, dit is ook mode. Ringen in uw haar is mode. Het is bijna af. En er zit een heel subtiel klein beetje paars in. Iedereen gaat zo zeggen, oh, het ging te groot. Ja. Maar later in de wedstrijd, als ik er nog in zit, stem op mij. Dus ja, als je dat wilt zien, dan moet je blijven stemmen. Hè. En nu gaan we ook allemaal ringetjes in mijn haar doen. Oh, het is zo cool! Ik vind het heel leuk, zo van die wedstrijden en van die showprogramma's, dat eindelijk mag. Bij Ghost Rockers moest ik altijd mijn haar moest snel naar beneden en die muts moest stoppen en er mocht niks. Dus ik leef me helemaal uit. Ik ben hier helemaal thuis. I'm happy. Echt, ik moet eigenlijk uit deze kleedkamer. Allee jongen, zo was ik het. Net Gent. Is dit keigoed voor je stem? Oh my god. Dat zijn bessen. Mam! Dit is stikt dat door hem. Dat heet Psalis. Dat zijn zo die... Als je zo taarten hebt, zo die bloemetjes zo met die bessen erin. Ah, maar van die bladjes. Ja, is dat? Ik probeer altijd die dingen te ontwijken. Nee, ik zweer het u. Ik ga het je mond nog niet openen en stond keihard. Maar dat stinkt wel harder dan dat. Dat proeft wel lekker. Alleen maar. Nee, gemberthee. Gemberthee, dat is de... Ik vind zo wel met je jas aan dat je zo'n beetje... Wacht, hoe heet dat niet nog weer? Thrift Shop. I'm gonna be somewhere. I'm gonna run it all in my pocket. I'm all in it, looking for a dollar. This is fucking awesome. Dat is wel echt een beetje tripping. Ooit Jant in een hoekje wil drijven, moet je gewoon zo'n best pakken, zo'n psychalis of zoiets. Ja, oké. En nu? Nee, dat is echt vuil. Dat is echt vuil. Ik kan hier niet weg. Ik zit gevangen. Het voor de generalen. Ja, ik ben helemaal in mijn glitter. Helemaal in mijn glitter. Ik moet pipi doen. Shining bright like a diamond. Olijven, augurken, zure juntjes en thee. En Jante. Oké, 5 minuten voor Ijsjob. Oh, zwakste deur om mijn leven, man. Let's kick it. Dankjewel om elke week te stemmen en dankjewel om het te blijven doen, want ik heb het echt wel nodig. En het is elke week spannend en hopen dat we er terug bij zitten. Merci en dankjewel Bradley voor je hartje. Jullie zijn echt de beste fans die ik mij kan toewensen. En dankjewel dat ik erin mag zijn en dat ik volgende week weer een nieuw lied mag zingen. En ik ben zo blij, ook voor mijn goed doel, dat we nog een week extra centjes kunnen ophalen. Week tot week, we zien wel. Nu gaan we ontdekken. Nu gaan we ontdekken, Mary, dat we een duetje mogen zingen. Yeah. En ik hoop dat we ook gaan ontdekken wat we mogen zingen, want ik ben zo benieuwd. Ja. En daar loopt Bram. Oh, ik ben echt zenuwachtig.
Waarom heb je mijn tomatensoep? Ah, dat moeten echt twee aparte hokjes. Dag, hé. Dag. Dag. Die communiceren met elkaar. Ja, oké. Hier zit ik dan, in een kleedkamer. In een hok, gedwongen met tomatensoep. Uiteraard. En nu ga ik spelletjes spelen op mijn gsm tot ze me komen halen. Dit is spannend, maar een leuke spannend. Zo van, ik wil het weten. Ik ben benieuwd. Ondertussen al een half uur. Mijn soep is bijna op. En ik heb een loopneus. Maar ik heb geen zakdoek. Ik heb geen zakdoek, dus ik kan mijn doeken. Dus ik kan helemaal mijn neus niet sluiten. En er is juist iemand in de gang meegenomen. En die is gevallen en er viel water en zo. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Spannend. Spannend. Ik wil weten welke duet ik moet zingen. En ik wil weten met wie. Veel te spannend. Vond je deze video leuk? Geef dan zeker een duim omhoog. Abonneer zeker. En volg mij. Op social media. Namelijk Facebook, Instagram, Twitter. Musical.ly. Snapchat. Hou ook zeker mijn Instagram in de gaten, want er zijn echt superveel leuke en lieve mensen die allemaal giveaways doen in ruil voor stemmen. Dus wie weet wint je er nog iets mee. Ik denk dat je deze video nog niet hebt gezien van mij. En dit is mijn performance bij Sterracteur. Stemmen, hè. Stem op mij. Stem tot 10.000 en 6.000.